Infiniti NL. Vandaag gaan we een Hot Wheels Unleashed video doen. En niet zomaar een video, ik ga voor het allereerst ooit de multiplayer modus proberen. Ik heb al een heleboel auto's verzameld in de carrière mode. Zoals je hier kan zien. Ik heb de 2018 Ford Mustang, ik heb de Camilo, ik heb de Bumperround, ik heb de Fiat. Ik heb van alles wat je maar kan bedenken. Maar ik denk dat het verstandig is om met de Legendary Back to the Blade Multipack Exclusive van 2017, de Legendary Car, te gaan beginnen. En ik hoop gewoon dat we gelijk kunnen gaan beginnen. Ik hoop dat we gelijk een potje kunnen vinden. Dus laten we gaan. Quick match. En dan zie ik jullie zometeen in een potje. Oké mensen, we zijn bij de volgende race aangekomen. En jullie gaan niet geloven wat voor race dit is. Dit slaat namelijk echt alles, deze hele race. Dit is ook weer een zelfgemaakte race door iemand anders. Dus we gaan gelijk even kijken wat we ermee kunnen. Gelijk de gas geven. Oké, we hebben al gelijk een goede booster pakken. En dan gaan we. Moet je deze race zien. Deze race slaat echt helemaal nergens op. We gaan kijken wat we kunnen doen. Ik wil natuurlijk wel winnen. Dat zou super zaak, super nice zijn. Zoals je wel aan mijn stem kan horen, ben ik wat verkouden. Dus de commentering zal niet al te goed zijn. Maar ik moet me ook een beetje concentreren op de race. Ik heb weer een boost te pakken. Oké, dat is goed. Oh, oh, oh. Ik blijf al een beetje in die hogere cijfers staan. Zoals je ziet. Oh, er spelen er ook maar 6. Oké, blijkbaar spelen er maar 6 mee. En je dacht dat er... Oh nee, er spelen er meer mee. Er past alleen niet meer rechts van het scherm. Ik denk dat het gewoon zwaar nog meedoet. Dus dan doe ik het nog best goed. Oh, ik ben vierde geëindigd. Oké. Vierde, dat geeft me helaas nog net geen plekje op het podium. En dat is natuurlijk wel wat we willen. Maar wat ik dan wel door heb, is dat je echt super veel muntjes verdient met de online races. En dat vind ik echt best wel heel erg lekker. Kun je echt super veel blindboxen openen aan het einde. En in de carrière mode was het wel een stuk minder. Ik weet niet, heb ik nou 500 gears gekregen? Ik heb geen, nee. Zal het laatst zijn als ik ook heel veel gears kreeg. Maar ik vond het ook echt een supersnel potje, jongens. Maar we hebben nog niet echt gewonnen, want je wint alleen maar als je derde staat. En we moeten natuurlijk wel zorgen dat we derde kunnen staan. En dan heb je plek op podium. Dus hopelijk gaat dat lukken in deze video. Dus we gaan er nog één potje achterna doen. Hopelijk dat we die kunnen winnen. En ik hoop dat het een beetje een langere race is, want het is de hele tijd zo snel voorbij. Maar dat ligt puur, ik heb er geen controle over. Ik probeer op de normale races tracks te stemmen, maar degene die altijd maken winnen, zelf gemaakt zijn, winnen steeds. Dus dat is een beetje het probleem. Kijk hier, ja, ik ben er toch van aan het praten, ik kan het hier laten zien. We kunnen kiezen voor de Speedfold. Daar ben ik eigenlijk wel voor, daar hebben drie anderen ook op gestemd. Of deze gekke baan die door iemand anders is gemaakt. Nou, ziet deze er nog best wel heel erg leuk uit. Dit lijkt me wel een langere baan ook. Maar deze wordt het. Het wordt een normale track. Ik weet niet of het 3 rondes zijn helaas. Iemand anders gaat er ook weer uit. Zie ik. Maar dit wordt de track waar we op gaan racen, jongens. Dus dan spreek ik jullie zo meteen weer als we gaan racen. Oké, mensen. We zijn weer in een race gekomen natuurlijk. Dus we gaan gewoon weer lekker ons best doen. We beginnen echt ver vooraan de finish. Dat is echt super chill. Kijken of we een boost mee kunnen pakken deze keer. En dat kunnen we zeker. Dus laten we gaan. Begin. Oké. Okay. Oké, het zijn 3 rondes. Dat is wel wat chiller. En eigenlijk gewoon een keer eindelijk eens normale baan. Oké, let's go. Oké, toppie. Dat gaat helemaal goed. Pakken die boost mee. Het nadeel van die snelle auto is dat ik al heb. Ik heb nou een snelle auto. Dat is het nadeel van... Dat je maar echt één boost hebt, zeg maar. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel logisch, maar ik vind het een klein beetje een nadeel. Oké, let's go. Pakken we de looping mee. Dat gaat goed. Zo, netjes. Pakken we nog een booster mee. Dit gaat goed. Ik sta weer vierde. Ik moet derde eindigen. Dan verdien je natuurlijk echt heel veel. Heel veel shiz op krijgen daarmee. Oké, gas loslaten. Gaat goed zo. Juist hem. Momentum houden. Het gaat allemaal om die momentum in deze game. Allemaal. Kijk. Zo doen we dat. Ik sta op dit moment derde. Ik wil die plek echt heel goed vasthouden.
Oké, drift in de bocht. En boosten. Oké, laatste lap gaat nu in. Het wordt echt spannend. Ik wil echt in deze video een win maken. Een win krijgen. Ik had niet verwacht dat het zo goed ging met andere mensen, eerlijk gezegd. Maar dat gaat het dus wel. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik heb natuurlijk echt bijna heel de carrière uitgespeeld. Ik heb alle secrets unlocked en zo. Alle bosses verslagen. Niet alles unleashed, dat niet. Het ging met me etens te ver, eerlijk gezegd. En ook niet alle timed events. Maar ik heb echt veel gedaan. Ik denk 61% wel voltooid. Dus ik heb zeker wel goed ingespeeld. Daar kan ik niks over zeggen. Oké, lekker. Oh, kom op. Beter. Dat zou echt zo chill zijn. Oké, dat ik eerste was, maakt me niet zo... Oh! Tweede zelfs nog! Aan het laatst! Oh, nooit! Lekker hoor, tweede plek. Ik ben er best blij mee, eerlijk gezegd. Ik ben er best wel blij mee. Ik wil ook even kijken hoeveel ik ermee heb verdiend. Dit concludeert dan ook gelijk mijn video. Wat ik wel ga doen, ik ga offscreen een paar potjes spelen, gewoon voor mezelf. Om wat muntjes te grinden en zo. En om wat, wat auto's te pakken. En dan. Ik wil zeker nog een paar extra video's opnemen van de multiplayer mode. Zodat ik fysiek leuk voor jullie doen. Misschien de volgende keer ook als ik niet zo verdomd verkouden ben. Maar mensen, dit concludeert mijn eerste Hot Wheels multiplayer online game modus. Dus mocht jullie deze video leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties of jullie dit meer willen zien. En vergeet niet op dat belletje te drukken om op de hoogte te zijn van elke nieuwe video. En dan spreken jullie de volgende keer.